Hoi allemaal en welkom bij het profiel van de vrouw. We gaan weer aan de slag met houtskool en witte pastel en de platte kwast. Het is alleen maar een studie, het is geen bijzonder mooie tekening wat ik hier ga maken. Maar ik wou toch even het proces laten zien waar ik mee bezig ben. Om erachter te komen wat nou hoog ligt en wat nou diep ligt. Uiteindelijk wil ik dus in kleur gaan werken. Maar voordat je dat kan gaan doen, is het heel belangrijk om eerst te zoeken naar de hoogst gelegen delen en de diepst gelegen delen. Dus dat is eigenlijk wat ik hier aan het doen ben. Links zie je al een studie die ik gemaakt heb. Ik ga een soort gelijke vrouw hier tekenen. En de opzet doe ik dus met dat zwarte houtskool. Zwart pastel is ook prima trouwens. Werkt precies hetzelfde. En wat ik eerst heb gedaan is de donkere delen tegen de lichte delen afzetten. En dan ga ik in met mijn witte pastelpotlood. En ik ga eigenlijk het zwart en het wit een beetje mengen met elkaar. Het is een wat schilderachtige manier van tekenen. Pastel heeft het voordeel dat je deze verschrikkelijk goed kan blijven mengen. En ik ben alleen maar en puur op zoek naar de zware schaduwen. Als ik het grootste gedeelte gedaan heb, dan pak ik die platte kwast, een schone platte kwast. En dan haal ik alle pigmenten weg. Want ik wil nogmaals weer zoeken naar die hoge en lage delen. Het is dus een beetje beproeving, een beetje een saaie oefening eigenlijk. Maar het is wel de manier om het gevoel te krijgen van het intekenen van een gezicht. Ik zal jullie nu gewoon laten kijken. Ik zal niet te veel zeggen. Je zult me hier en daar in de fout zien gaan ook. Maar ga eens gewoon lekker achterover zitten en volg dit proces. Thank you.
Zoals jullie zagen was ik niet tevreden met het oog. Dus ik heb deze veranderd. En in principe zijn er wel kleine delen waar ik blij mee ben. Zoals de schaduwen op het gezicht en zo. Het oog is behoorlijk dichtgelopen. Maar nogmaals, je kunt daar dus weer in met de kwast. En gewoon nog een keer erin gaan. Ik hoop in ieder geval
dat het geïnspireerde stof is voor jullie. En dat jullie deze ook gaan proberen. Mocht je het leuk vinden, geef hem dan een dikke duim omhoog. Deel het met je vrienden. En vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende tekenles.